best wel Fari de 15. Ja, je raadt al, ik ben met mijn mat hier zo. We hebben Ik weet niet waarom. Ja, we hebben het net voor de opnames al een beetje uitgepraat over dat gedoe van die prank en zo. Het was een beetje stom. Maar Je weet dat ik er boos van word. Ja, oké. Ja. En ik zat gisteren al de hele dag met stress door die examen. Van 8 tot 1 uur. Maar ik had het niet kunnen weten. Jawel, maar je bent te dom om daarover na te denken. Maar wil je faaltje gewoon doen voor de kijkers? Gewoon... Stress? Oh nee, de rest ga ik niet vertellen. Oh. Natuurlijk niet, dat hoeven we niet te weten. Dat zijn hun namen. Oh. Nee, dat heb ik gewoon voor mezelf. Shit. Oh nee, gewoon doorfilmen, dat maakt niet uit. Nee, ik heb in de vorige video, ik had een video gemaakt. En dat ging, ik had gezegd van ja, zomaar lig je in het ziekenhuis en zo. Nee, niet in het ziekenhuis, ligt thuis. Thuis, of ja, tenminste. Ik in het ziekenhuis en thuis op dit geval. Maar dat hoeven jullie niet te weten, dat maakt niet uit voor de rest dat erin staat. Oh, maar okay. Dat is gewoon voor mezelf en voor mijn familie en voor mijn vrienden. Ja. Dus dat, ja. Ja, ja, en, verder. Rest, ja, ik was gisteren gewoon een beetje fucked up en zo. En hij weet dat ik snel kan rennen, dus ik weet niet waarom die het deed. Ik sprong over bosjes en deze man. Hij moet blij zijn dat ik wegliep. Maar ja, dus zodoende. En nou zijn we weer vrienden, want we kennen elkaar al sinds dat we 4 zijn. Dus. Ja, maar ik krijg hem nog wel een keertje terug op camera. Op camera nog wel? Ik zeg niet op jouw camera, misschien wel. Heb ik er eentje klaarstaan ergens. Maar ik ga best wel opletten, dus maar het kan zijn dat hij me ineens gaat paybacken, misschien een jaar later of zo. Kan ook, maar je weet maar nooit zoiets, met deze mandje. Zoiets, jij gaat niet meer weten. Je weet maar nooit met deze mandje, man. Hij gaat niet mijn pet is een beetje vies, man, maar maakt niet uit, man. Maar je wil wat doen bij mij, hè? Op dit moment ja, maar ik heb geen ei bij. Oh. Je hebt toch, gast, waar moet ik ei hebben? Deze mandje ging me helemaal fouilleren net, alsof dat ik geen tweede ei bij me heb, maar... Gek, ik heb godverdomme de beveiliging gestraald, lul! Dat moet ik later ook doen! Ja, dus dat, maar ja, het is weer goed. Ik moest gewoon rekening met hem houden natuurlijk, van... tenminste, ik had het niet eens kunnen weten van dat van je oma en zo, en ik dacht gewoon, ja, ik ga gewoon grappig doen, hij is geslaagd. Ga ik even gewoon lekker feliciteren met eitje, pletch! Zo dacht ik erover, maar kennelijk was het gewoon op een slecht moment, dus nogmaals... Nee, je weet dat ik niet tegenken, dat sowieso. Ja, maar ik wou gewoon een keertje kijken. Gast, ik word al boos als je een bakker geeft, dan ga ik ook... Ja, maar ik wou gewoon kijken hoe... Op beeld gewoon, maar ik had ook nog een beetje Downy gefilmd, ook nog. Want je ik zag niks, man, dat is nog het ergste, je zag niks. Ik ging rennen voor lijf, want jij redt als een beest, vriend. Je was al 20 meter verder. Alsnog, ik ren al... Toen was ik ineens achter je. Ja, oké. Hey, maar alsnog, deze mandje, hij rent zo snel, hè. Hij rent zo snel. Ik ben die blanke Usain Bolt, hoe heet dat? Hij spreekt zelfs over die echt, ik denk, en ik loop eens te lachen. Hey, wat voor erg was het? Gewoon een echt zo, ik weet niet. Met prikkels, man. Er zat doornen. Oh. Ja. Oké, tenminste, ik heb het niet gezien. Ik heb het... Hey, mijn telefoon kan nog tegen de boom, man. Weet je niet. Oefslachtoffer. Maar ja, dus dat is gebeurd. Ja, het is... En het is laat het uitzicht even zien. Oh ja, tuurlijk. Kijk, dit is het uitzicht hier. Dus, ja... Mijn einde tunnel. Voor mensen die het willen bezoeken. En we wonen trouwens in Rotterdam-Zuid. Ik zag een comment op Rotterdam-Zuid. Dus, Roffa-Zuid, je weet het zelf. Roffa! Daarom deze. Weet toch? Ja, maar fijn. Weet toch? Gewoon beveiliging, man. Ze zijn bang voor. Dus maar check. Het is gewoon chill. We hebben het nogmaals uitgepraat. En het is gewoon weer goed. Zeg, Leslie, voor de kijkers of zo? Nee. Nou, dat was... Oh ja, waarom komen we nooit fans tegen als we met elkaar zijn? Dat weet ik niet. Toen ik weg was, kwam jij ineens acht kinderen. Ja, sowieso shout naar de kijkers, man. Het was echt chill om jullie te ontmoeten en zo, dus ja. Een kleine change was gehad. I just wanted to say that I'm getting sick and tired of everyone making fun of red-haired people. He's a ginger! Ja, dus shout-out naar jullie kijkers, man. Het was leuk om jullie te ontmoeten. Ik heb die ene boy op het laatste ook gewoon een beetje zijn shine gegeven. Dus doen we gewoon even maar voor jullie kijkers. Dus, we zijn vaak bij de Jumbo op de Spinozenweg te vinden. Ja, man. Dus. Dus dat. Dames en heren, voor nu ga ik gewoon lekker chillen met deze mattie voor mij. Ja, man. Gewoon even voor de video. Ja, man. Ja, man. Dus hey guys, like natuurlijk, abonneer en echt like natuurlijk, omdat Leslie gewoon, gewoon een beetje moeite met zijn oma en zo, dus echt respect naar jou, man. Als ik zet mijn gevoelens uit, je weet hoe het ja, gewoon respect naar Leslie, like, abonneer en zie ik jullie en reactie.
en reactie. Ja, zie ik jullie de volgende keer. Later!